De ontlading na de wedstrijd zei alles volgens mij. Ja, dat klopt. En dat komt vooral omdat we, omdat het natuurlijk een speciale wedstrijd is op donderdagavond spelen. Jongens moeten vrij nemen van hun werk op een heel slecht veld. Tegen goede tegenstanders. Siefolder is gewoon een goed team. We wilden ze niet dichterbij laten komen. We wilden minimaal gelijk spelen. Dat was ook de insteek. Het klinkt een beetje raar als nummer 1, maar we weten wat we te wachten staan. We hebben thuis ook meegemaakt tegen Siefolder. En onze insteek was niet verliezen. Ja, als je dan wint en op een manier waarvan ik echt heel trots ben op het team. Wat gaf de doorslag vandaag? Doodspelmomenten. Ik denk dat wij toch twee voorzetten, vrije trappen geven waar twee keer uit gescoord wordt. Ja, dat is tegenwoordig ook het hedendaagse voetbal. En dat gaf de doorslag. Twee keer Gert-Jan, de eerste keer schoot hij maar in, de tweede keer liep volgens mij een speler hem binnen. Dat heeft de doorslag gegeven. Het had een 2-2 vandaag ook kunnen worden. Dat is het niet. Ik denk, wat ik normaal zeg, onze winst is echt het knokken, het bikkelen, het ten koste van alles een wedstrijd willen winnen. Bloed, zweet op tranen. De een had een bult op zijn hoofd, de ander had een scheur in zijn lies. Ik weet niet wat er allemaal is gebeurd, maar er is een hoop gebeurd. En dat is alleen maar complimenten voor de ploeg. Kampioen worden doe je niet alleen maar met mooi voetbal, maar af en toe moet je op die manier ook kunnen winnen dus. Ja, vooral op dit veld. Kijk, ja, dat is jammer eigenlijk. Zo'n affiche op een donderdagavond, een beetje koud en op zo'n knollentuin. Ja, dat is het jammer. Ik denk ook voor de club, hè, als je op zondag met mooi weer speelt. Ook financiën natuurlijk niet verkeerd. Hè, dan haal je wat meer binnen. Ja, dit was gewoon met alle respect een bijveldje op een donderdagavond. Voor ons was maar één zaak, was gewoon een goed resultaat neerzetten. En dat is gelukt met bloed, zweet en tranen. Nou, jullie staan 6 punten los van Siefolder. Het ziet er goed uit voor jullie. Ja, we staan er 9 voor met een wedstrijd meer. Dus... Ja, 6 verliespunten. Sorry, ja, je hebt gelijk. 6 punten. Het staat er gewoon, ja, we staan er goed op. En ik denk dat dit een stap in een goede richting is. We hebben nog 8 wedstrijden te gaan. Dat zijn er gewoon een hele hoop. Nog geen hosanne, absoluut niet. En ook geen euforiteit. Het is gewoon een prima overwinning. Deze is binnen en succes in de rest van de wedstrijden. Deze is binnen. Sorry, wat zei ze? En succes in de rest van de wedstrijd. Sorry, dankjewel. Ja, jullie ook succes. En bedankt voor in ieder geval de gastvrijheid, want die was zeker aanwezig.